Welkom bij de Bali en welkom bij deze reeks gesprekken voor tijdens de lockdown. Soms gaan deze gesprekken juist over de lockdown en andere keren proberen we weer eens een keer een thema aan te snijden waarover nog niet zoveel gehoord is tijdens deze crisis. Ditmaal is bij mij te gast Armand Geerbes, hoofd van de IC-afdeling van het VU Medisch Centrum in Amsterdam en tevens hoogleraar intensive care geneeskunde aan de VU. Ja. Klopt toch? Dat is helemaal correct. Goed. Leuk dat u hier bent. U was hier afgelopen maart, als ik het goed heb, ook te gast in de voorganger van deze show. Die heette De Open Samenleving. Voor de mensen thuis die dat terug willen kijken, dat kan via de website van de Bali. Gewoon even googelen. Meneer Geerbes, wil ik toch even beginnen aan met een bericht van de frontlinie. Want u bent gewoon ook nog wekelijks te vinden in het ziekenhuis natuurlijk. Ja. Hoe staat er voor op de IC's? Nou, wat betreft de COVID-patiënten is het steeds rustiger aan het worden. Het aantal COVID-patiënten op de intensive care neemt af. Mm-hmm. En dat is niet alleen op de intensive care zo, dat is ook op de verpleegafdeling. Mm-hmm. En is dat eigenlijk anders dan een jaar geleden? Want u zat hier toen in maart. Wat was het beeld toen? Weet u dat nog? In maart, ja. Toen was het vrij constant. Niet zo, zeg maar, die massale aantallen die we hadden in het begin van de COVID-crisis. Hè, want toen groeide het aantal heel erg snel. Ja. Maar meer patiënten dan dat er nu liggen. Mm-hmm. En de patiënten die er nu liggen, dat zijn ook met name patiënten die niet gevaccineerd zijn. Mm-hmm. Ja, duidelijk. U waarschuwt al eigenlijk sinds maart 2020, dat is het begin van deze crisis, voor de achtergestelde zorg. En eerder noemde u ook de COVID-zorg een koekoeksjong. Is er iets veranderd sinds u hier een jaar geleden aan tafel zat? Als u kijkt naar de achtergestelde zorg en wat u daar toen over heeft gezegd? Nou, dat is wel een goede vraag. Ik denk dat er qua inzicht en actie daarop niet veel veranderd is, helaas. Mm-hmm. Het enige wat veranderd is, dat is het aanbod van COVID-patiënten. Maar in termen van beleid, hè, dus dat er beleid opgemaakt is, daar heb ik niet veel van gemerkt. Mm-hmm. En u heeft zich in de tussentijd nog best wel vaak uitgesproken over. Ja. Ja. Wat mij betreft was dat, dus kijk, die crisis die kan je in heel veel fasen onderscheiden. Mm-hmm. En die eerste fase, toen kwam er massaal patiënten op ons af waarvan we niet precies begrepen wat het ziektebeeld was en hoe het zou gaan met die patiënten. Echt die crisismodus. En dat was een super crisis was dat. Ja. En toen hebben we denk ik het goede gedaan, alles opzij gezet en zijn we aan de slag gegaan. Mm-hmm. Voor en met die patiënten. Maar op een gegeven moment krijg je natuurlijk steeds meer informatie en dan zou je eens moeten gaan bezinnen hoe je nou verder moet. Mm-hmm. En daarvoor moet je wat afstand nemen. Moet je ook niet alleen maar door de koker kijken, met een tunnelvisie, zoals ik dan steeds genoemd heb, van alleen maar de COVID. Maar moet je ook weer breder kijken. Moet je ook weer denken van, hey, er zijn niet alleen COVID-patiënten, er zijn gewoon patiënten. En een deel van die patiënten heeft COVID. Ja, er zijn dus gewoon patiënten. Ja, en ik vind het wel jammer dat die bezinning en het kijken van een afstandje met een soort van helikopterview, zeg maar, dat het toch grotendeels ontbroken heeft. Mm-hmm. Want als we even naar die helikopterview gaan, wat ziet u dan? Nou, wat ik dan zie is dat nog steeds het hele beleid er steeds gericht is om alles wat met COVID te maken heeft zoveel mogelijk te accommoderen. Ja. Zonder ons daarbij af te vragen wat dat voor consequenties heeft voor andere patiënten en eigenlijk voor de hele samenleving. Ja, ja. En u spreekt u nou al 2 jaar uit. Ja. En dat lijkt dan niet echt gehoord te worden. Of wel? Ik zeg maar in termen van gehoord dat er ook vervolgens beleid aan vastgeknoopt wordt, is het wel een beetje teleurstellend, vind ik. Ervaart u dat als teleurstelling? Ja, ik had wel wat meer verwacht dat na zo'n initiële fase dat we dan wat meer zouden praten over hoe nu verder en hoe gaan we het nu regelen voor alles en hoe gaan we nu de zorgcapaciteit die we hebben en die in feite tekort schiet. Ja.
hoe gaan we dat nu eerlijk verdelen? Mm-hmm. En ik merk nog steeds dat die discussie veel te veel uit de weg wordt gegaan. Mm-hmm. Heeft u daar een verklaring voor eigenlijk, waarom dat zo uit de weg gegaan wordt? Nou, de meest voor de hand liggende verklaring is dat men het lastig vindt om daarover te praten. Mm-hmm. Hè, want dat betekent namelijk dat je ook moet kiezen. En als je actief moet kiezen, dat betekent ook altijd dat het ergens pijn doet. Ja, maar het doet nu eigenlijk ook al ergens pijn. Ja. Dus er wordt eigenlijk ook wel een keuze gemaakt, toch? Nou, er wordt vooral een keuze gemaakt door geen keuze te maken. Ja. Hè? En dat we met z'n allen maar één kant op kijken. Namelijk van wat gebeurt er met COVID? Mm-hmm. En wat er dan om ons heen gebeurt, dat we daar veel minder oog voor hebben. Mm-hmm. En ik denk dat dat niet de goede manier van ageren is. Mm-hmm. Nee, dat lijkt me duidelijk. Zijn er eigenlijk al cijfers over bekend? Over hoeveel verborgen leed er is of hoeveel achtergestelde zorg? Hoeveel jaren we in die zin kwijt zijn? Want we hebben namelijk altijd over de jaren die we winnen met de COVID-zorg. Ja. Maar zijn er al cijfers beschikbaar over de jaren die we verloren zijn? Nou, er zijn wel wat rapportages die aangeven dat het heel erg waarschijnlijk is dat de jaren die we winnen voor patiënten, dat met COVID, dat minder is dan de jaren die we verliezen voor andere patiënten. En je moet ook bedenken dat die getallen, dat die ook heel erg moeilijk zullen zijn om die goed te verkrijgen. Omdat er nog heel veel, nou, omdat er nog heel veel leed aankomt. Ja. Ik denk wel dat de recente gegevens die naar buiten kwamen, dat er oversterfte is in de bevolking. En dat wil zeggen dat er dus een hoger aantal patiënten, aantal mensen doodgaan dan dat je verwacht op grond van wat er in het verleden was. Dat een indicatie zou kunnen zijn dat er misschien toch iets aan de hand is met de non-COVID patiënten. Ja, dus de clues die zijn er eigenlijk al. Ja, ik denk dat die clues er waren. Maar ik had daar zelf niet echt heel erg veel getallen ook voor nodig. Want ik had nog even teruggekeken naar het gesprek van vorig jaar. Ja. En toen heb ik dat ook al heel duidelijk aangegeven. Toen heb ik gezegd van dat zal in de komende jaren duidelijk worden. Dus ik denk dat er ook nog heel veel gegevens gaan komen. Ja. Die duidelijk maken wat de consequenties zijn van wat we nu doen. En educated guess is dat we dan gaan zeggen van dat hebben we niet helemaal optimaal gedaan. Ja, ja. Het is eigenlijk wel heel erg lastig dat nog zo lang gaat duren of zo. Ja, ik vind het ook heel lastig. En dat is ook de reden dat ik, het is toch een soort van persevereren. Dat ik maar blijf herhalen van wat ik eigenlijk vanaf maart 2020 al roep. Ja. Om dat heel goed over het voetlicht te krijgen. Kijk, dat laat natuurlijk onverlet dat je ook moet kijken van hoe kunnen we alle dingen oplossen. En ik heb gesproken over het centraliseren van de COVID-zorg. Mm-hmm. Dat we bepaalde aspecten van de zorg anders moeten gaan organiseren. Maar vooral ook dat we dus de capaciteit die we hebben, dat we dat beter gaan verdelen. Mm-hmm. Dus ik vind het zelf heel erg raar als ik in het ziekenhuis aan het werk ben. Hè, en we zitten in een fase dat er meer COVID-patiënten komen vanuit de samenleving. Dat er dan een telefoontje komt en die zegt van Amal, je moet even meer COVID-bedden nu maken. Ja. En wie belt u daar dan op dat moment? Ja, dat gaat allemaal via allerlei vergadercircuits, zoals ik dat dan noem. Mm-hmm. En dat begint natuurlijk bij de landelijke coördinatie. Centrum wat op zichzelf een heel goed idee is en was om dat wat landelijk te coördineren. Ja. En dan op grond van allerlei verdeelsleutels wordt er dan gekeken van hoeveel bedden moet jij nou in jouw ziekenhuis reserveren ten behoeve van die COVID-patiënten. Ja. Maar het is natuurlijk heel raar, want er is niet een coördinatiecentrum voor patiënten die hartchirurgie moeten hebben, of een coördinatiecentrum voor patiënten die hun chemotherapie moeten krijgen. Mm-hmm. Of überhaupt mensen die met een bepaald gezondheidsprobleem zitten en de daarvoor een oplossing. De enige sleutel die er eigenlijk is. Ja, dus het is echt een pure, ik blijf het toch maar tunnelvisie noemen op die COVID. Yeah. En er is nog steeds niet veel aan veranderd. En dat heeft ermee te maken, u vroeg er net naar, met het feit dat we daar geen beslissing over willen nemen. Daar is ook wat moed voor nodig. En die moed, ik vind dat die ontbreekt. Ja. En het betekent ook dat je
ja, ergens moet ingrijpen. En nu, het lijkt voor heel veel mensen vaak makkelijker om dingen te laten gebeuren en daar dan op te reageren. Ja. Terwijl wat de situatie in feite vraagt, is actie. Is ja, een actieve benadering en het maken van keuzes. Mm-hmm. Ja. Nou, zoals we net al hadden gezegd, zat u hier dus vorig jaar. En ik weet nog dat, ik heb de aflevering ook zelf teruggekeken. U had toen een gesprek met mijn collega Zara Tuxes. Ja. En zij vroeg u toen een gedachte-experiment te doen. Dat heeft u waarschijnlijk al teruggezien. Maar ik dacht, dat kunnen we misschien samen ook nog even terugkijken. Okay. Als het goed is, staat er een filmpje klaar. Ik wil even beginnen met een gedachte-experiment. Okay. Laten we even gaan naar 2022, maart, een jaar later. Waarin hopelijk een groot deel van de Nederlandse bevolking al is ingeënt. Als u vanuit een jaar later terugkijkt, kijkt naar de samenleving. Hoe ziet deze samenleving er dan volgens u uit? Nou, het begint wel met een super moeilijke vraag. Want in de toekomst kijken, dat kan niemand. Dus het gaat over wat je verwacht. Nou ja, wat ik verwacht is dat die vaccinatieprogramma's, dat die ons gaan helpen om weer normaler te leven. En dat we weer een normaal leven zullen hebben in die zin van dat we weer, dat de samenleving niet op slot is zoals die nu op slot is. Ik denk wel dat we zullen moeten leven met het coronavirus, dat dat gewoon blijft. Dat zal niet zomaar gaan verdwijnen. En ik denk dat we ons allemaal nog heel goed herinneren hoe het was en dat we daarom de nieuwe vrijheden die we dan weer krijgen weer wat meer zullen gaan waarderen. Dat wat vroeger heel erg vanzelfsprekend was. U had deels gelijk eigenlijk. Nou ja, we hadden aan de ene kant, u had verwacht dat we niet meer met een lockdown zouden zitten. Daar zitten we wel mee. En aan de andere kant dat we wel met het coronavirus zouden moeten leren leven. En dat is eigenlijk misschien wel de fase waar we nu naartoe gaan. Dan wil ik u toch nog heel even vragen over het huidige beleid. U gaf net al aan dat op de IC ziet u de coronapatiënten afnemen. Ook op de verpleegafdelingen. Hoe kijkt u naar het huidige coronabeleid in relatie tot dat? In relatie tot wat u ziet? Ja, dus als ik dit zo terugzie, dan denk ik dat we dit interview beter nu in Italië hadden kunnen doen. Ja. Want daar lopen de mensen gewoon over straat en kunnen ook naar de restaurants. Ja. En ja, ik heb heel lang volgehouden eigenlijk om helemaal niets te zeggen in het openbaar over wat ik van het gehele beleid vind in termen van wat vind je nou van de lockdown en wat vind je van alle maatregelen, omdat ik me wilde beperken tot mijn specifieke expertise, dat is intensive care. Maar goed, het is intensive care geneeskunde. Ja. En ik ben ook nog klinisch farmacoloog. En dan weet je ook een beetje over, ja, ook wel wat over epidemiologie en dergelijke. Dus ik ben eigenlijk half december had ik voor mezelf besloten, nou, ik moet toch ietsje buiten mijn hele strikte eigen gebied gegaan. Ja. Toen half december, toen dus het voornemen was voor een lockdown al gezegd, van ik zie niet aan de beschikbare gegevens dat het nu noodzakelijk is om een lockdown af te kondigen. Ja. En wat ik daarvoor gedaan had was kijken naar de openbaar beschikbare gegevens uit de verschillende landen. Ja. En wat ik ook altijd doe is dat ik dan even de mensen die ik daar ken en die werken op een intensive care. Ik ken heel veel mensen vanuit mijn werk voor de European Society of Intensive Care Medicine. En dan vraag ik aan hun van, nou, hoe is het beeld bij jullie? He, want ja, getalletjes en registratie, dat is één ding. En de waarheid, wat mensen merken, dat is een ander ding. Ja, en als dat met elkaar overeenstemt, dan denk je van, nou, het zou best waar kunnen zijn. Mm-hmm. Dus ik heb ook gebeld en met WhatsApp gecommuniceerd met verschillende collega's in verschillende landen.
En die zagen eigenlijk ook hetzelfde beeld. Dat zeg maar wel het aantal besmettingen in hun land misschien ook wel toenam. En ook in veel landen niet misschien, maar zeker toenam. En dat zich dat niet vertaalde in ontzettend veel meer ziekenhuisopnames en intensive care opnames. Mm-hmm. En over welke landen hebben we het dan in het specifiek? Met welke collega's heeft u? Nou, dus het zijn met name landen waar ze... Ik heb met meerdere landen of collega's in meerdere landen gesproken. Mm-hmm. Maar dan hebben we het met name over Denemarken. Dan hebben we het met name over Engeland. En dan hebben we het met name over Zuid-Afrika. Mm-hmm. En dan denk je van, goh, hoe kunnen we die gegevens gebruiken? He, want je kan ze niet zomaar één op één extrapoleren naar de Nederlandse situatie. Mm-hmm. Maar hoe kan je dat nou gebruiken in het geheel? En ik zag dan ondertussen zelf ook dat het aantal patiënten bij ons ook langzamerhand afnam. Ja, terwijl we wel dicht waren natuurlijk. Nee, toen zouden we nog dicht gaan. Ik zit nog even in met mijn gedachten in half december. Ik loop alweer veel te ver vooruit. Ja. Ik laat u even doorgaan. Ik praat misschien te langzaam. We komen wel uit op een middenweg. En, ga door. Dus ik zag toen die noodzaak niet zo goed waarom dat zou moeten gebeuren. Mm-hmm. Kijk, waar ik mij een jaar geleden in vergist heb... dat was dat ik dacht dat met die vaccinaties... Mm-hmm. het ook zo zou zijn dat de verspreiding van het virus ook zou ophouden. Mm-hmm. En want normaal is het zo, als jij antilichamen hebt tegen een bepaalde ziekte... dan is de kans dat je dat... Als het door een virus veroorzaakt wordt, dat je dat virus weer verspreidt, is dan echt heel erg veel kleiner geworden. Mm-hmm. En wat we nu zien is dus dat dat vaccin met name beschermt tegen heel ernstig ziek worden. Ja. En ook tegen ernstig ziek worden. En dat het weliswaar de verspreiding wat tegengaat. Mm-hmm. Maar niet zo goed als ik toen had gedacht. Ja. En wat heel veel mensen toen hadden gedacht. En dus die Omicron variant met name, die heeft daar wat roet in het eten gegooid. Maar die bracht ook wat anders mee. Dat in combinatie met de vaccinaties die we hebben... en ook toch voor een heel groot gedeelte onder onze bevolking... dat de kans op ernstig ziek worden van dit luchtwegvirus... dat die veel kleiner is geworden. En alles dat bij elkaar probeer ik toch wel nog steeds voorzichtig te blijven in hoe ik het zeg... Ja. Maar wat ik zeg is dat ik niet uit de gegevens die ik in ieder geval kan inzien... Mm-hmm. kan halen dat het gerechtvaardigd is om zulke zware maatregelen te nemen. Ja. En wat ik ook probeer is te denken van... goh, stel ik zou nu 3 jaar geleden zijn... Mm-hmm. en ik zou kijken naar wat er nu gebeurt. Ja. En dat zou ik iedereen willen aanraden om eens zo'n gedachteoefening te doen. Mm-hmm. En dan zeggen ze tegen je van ja, we hebben net bericht gekregen dat onze voormalige koningin, die is heel erg verkouden geweest en ze moest ook een beetje hoesten. Maar gelukkig is ze in quarantaine geweest. Ja. Nou, 3 jaar geleden had je gedacht van moet dit op het nieuws, waar hebben we het over? Ja. Wat natuurlijk de feiten is dat we weten het nu, ze heeft COVID-19 gehad. Mm-hmm. Maar in een hele lichte vorm. Ik denk ook mede dankzij het feit dat zij alle 3 de vaccins, vaccinaties heeft gehad. En voorbij. Stel dat we berichten zouden krijgen van ja, nee. Met zoals we 3 jaar geleden waren. Mm-hmm. En we zeggen van, goh, kinderen die gaan naar school. Ja, hij komt opeens weer terug en hij mag morgen pas naar school. Mm-hmm. Als die een aantal negatieve testen heeft gehad op een bepaald virus. Mm-hmm. En dan zeg je van, goh, worden ze dan heel erg ziek van dat virus? Ja. Nee, dat niet. Het kan wel, hele kleine kans. Maar nee, bijna alle andere kinderen in de klas, in de hele school, die moeten soms een beetje hoesten, een beetje verkouden. Mm-hmm. Dan zou je denken van, goh, hier is wel heel wat raars aan de hand. Ja, dat... En ik denk niet dat dat een hele verkeerde gedachteoefening is. Want dat geldt ook voor alle jongeren. En dan laat ik dan alle jongeren noemen, iedereen onder de 45 jaar. Mm-hmm. Dat is ruim. De kans dat als die mensen COVID krijgen, dat ze daar heel erg ziek van worden, is heel erg klein. Mm-hmm.
En dan, ja, dan denk je van, goh, en dan moeten we daar dan allemaal zulke zware maatregelen voor blijven nemen. En ook als je kijkt naar de nevenschade ervan. Ik zat net achter mijn computer hierboven in het kantoor en ik las een stuk gepubliceerd op het NRC dat er 15% meer zelfmoorden zijn onder jongeren, onder de 30. Ja. 15% tijdens de lockdown. Ja. En ook, nou, je zag ook de Trimbos rapporten met 50% van de jongeren die enorm depressieve gevoelens heeft en 25% die wel eens nadenkt over zelfmoord. Dat zijn harde getallen. Ja. Vooral inderdaad als je dat legt naast wat u net zegt. Ja, en deze getallen zijn natuurlijk het einde van een hele lange weg die daaraan vooraf gaat. Ja. En niet iedereen komt op dat punt van dat hij aan zelfmoord denkt. Maar er zijn wel heel veel mensen, jonge mensen, die heel erg ongelukkig zijn. Ja. En nou kan ik me al die zware maatregelen in het begin van de crisis die we hadden wel voorstellen. Maar het wordt nu toch wel steeds lastiger om dat te doen. En wat we doen is ook iets heel erg merkwaardigs. We blijven maar vragen aan mensen die we de opdracht hebben gegeven. Goh, geef jij ons advies over hoe we zo weinig mogelijk COVID in de samenleving kunnen hebben. Ja. En die mensen, dat is dan het OMT, die blijven die adviezen geven. Ja. En we horen ook nog epidemiologen en die zeggen van nee, om die verspreiding van COVID tegen te gaan, kunnen we het beste de samenleving op slot blijven gooien. Ik heb nog een veel beter advies dan wat die epidemiologen geven. Mm. We zeggen tegen iedereen, trek een hele grote plastic tas, plastic zak om je heen. Want dan weten we zeker dat je geen COVID meer kunt verspreiden. Ja. Maar dat heeft natuurlijk nadelen. Dat iedereen die snapt meteen dat. En die hebben plastic, al gezien ook. Zo'n plastic zak over je heen trekken. Dat heel veel nadelen heeft. Dan ga je namelijk dood. Het klinkt erg oncomfortabel. Maar daar heb je natuurlijk ook verschillende maten van. En wat we nu doen, dat zijn toch maatregelen die ontzettend veel nadelen hebben. Dus als we ons maar blijven richten op het zoveel mogelijk voorkomen van COVID, dan blijven we met dit soort maatregelen. Dus ik heb ook in een recente blog in Arts en Auto gezegd van, we moeten nu eens even over praten wat nou de condities zijn dat we zeggen, we houden op met al die specifieke maatregelen die we nu hebben voor COVID. En we gaan niet meer iedereen meten. We gaan niet al die rare maatregelen die we doen allemaal handhaven. En we accepteren dat dit virus er gewoon is. Zoals we ook accepteren dat er. Zoals wat ze nu ook in Spanje gaan doen. Wat ze in Spanje nu willen gaan doen. We accepteren dat dat virus er is. Zoals we ook accepteren dat er heel veel andere ziektes zijn. Zoals we accepteren dat er verkeersongelukken zijn. Zoals we accepteren dat dingen nou eenmaal niet goed, ook niet goed gaan. Ja. En dan gaan we weer gewoon verder met ons leven. Ja. COVID als deel van het leven. En natuurlijk kan je praten over heel veel maatregelen die we gaan nemen. Kijk, ik zelf vind het toch wel hinderlijk dat er heel weinig aandacht gegeven is aan bijvoorbeeld het ventileren van openbare ruimtes. Mm. En voor ruimtes waar veel mensen komen. Ja. Want er zou meer gewonnen kunnen worden op dat gebied. Ja, want we weten al heel lang nu hoe die verspreiding is van dergelijke virussen, waaronder het COVID-virus. En daar zou je natuurlijk algemene maatregelen voor kunnen nemen. Mm-hmm. En je kunt zeggen van in bepaalde fases als het meer voorkomt. Hè, je kan door steekproeven kan je een idee hebben van hoeveel kan het voor. Kun je kijken naar wat meer algemene maatregelen. Ik noem maar wat. Hè. We doen nu even geen massa-bijeenkomsten of zoiets. En dan kan je zeggen van, nou, dan gaan we dat minderen. Je gaat natuurlijk door met een optimaal vaccinatieprogramma. Met name voor de mensen die risico's lopen in het ziekenhuis te komen. Uh-huh. En dan kunnen we weer ons gewone leven oppakken. Ja. En dus ik denk dat wat ik vorig jaar zei, dat we daar best veel dichter bij hadden kunnen zitten dan dat we op dit moment zijn. Ja, want ik wil nog even teruggaan naar wat u in Arts en Auto schreef. Want het kwam ook bij mij binnen van dat we eigenlijk op zoek moeten gaan naar onder welke voorwaarden of omstandigheden we nou eindelijk gaan leren leven met het virus. Ja. En dan zit ik zo te denken, vanavond is er een persconferentie en er is natuurlijk alweer, zoals traditiegetrouw, alweer het een en ander uitgelekt over kleine versoepelingen die dan mogelijk zijn. En zit ik toch wel te denken, want dan weet ik wel dat bijvoorbeeld de cultuursector stond niet op dat lijstje. We moeten nog kijken wat er is natuurlijk vanavond. Maar als het niet nu kan en u zegt,
aantal mensen in de ziekenhuizen neemt af. Het aantal mensen op mijn IC-afdeling wordt ook steeds minder. Als het niet nu kan, wanneer dan wel? Onder welke omstandigheden wel? Ja, nou, dat is inderdaad de terechte vraag. En het is ook onduidelijk welke einddoelen, welke targets nou precies gesteld worden, welke bereikt moeten worden met alle maatregelen die, als we de uitgelekte berichten mogen geloven, als die allemaal gehandhaafd worden. Ja. En ja, we zijn in Nederland nu ook in een uitzonderingspositie. Hè? Daar gaan in de ons omringende landen gaan de zaken gewoon door. Ja. En ja, kijk, de restaurants dat die allemaal dicht zijn, hele horeca die dicht is. Ontneemt die mensen ook de kans om te laten zien dat ze heel goed maatregelen kunnen nemen die recht doen aan de situatie. Ja. Ja, ik denk echt dat we moeten herzien hoe ernstig COVID nou daadwerkelijk is. Hè? Dus dat wordt dan uitgedrukt in de case fatality rate. Hè? Dus als je het krijgt, hoe groot is dan de kans dat je eraan komt te overlijden? Ja. En waar het ons ook heel erg mee confronteert, is het feit dat wij denken in onze maatschappij en de hele cultuur een beetje zo is van we moeten alles concentreren. En je mag eigenlijk ook niet ziek worden en al helemaal niet doodgaan. Ja. En ja, dat klinkt een beetje als een dooddoener en zo. Maar uiteindelijk gaat natuurlijk toch gewoon iedereen dood. En je moet ook ergens aan doodgaan. Ik heb het vorig jaar ook zo gezegd. Het is een deel van het leven. En dan moeten we dus accepteren dat dat gebeurt. Ja. En kijk, als we alleen maar zo een beetje opgesloten zitten, dan is het ook helemaal niet leuk om met het leven bezig te zijn. Nee, dan maakt het eigenlijk al helemaal niet meer waar. Ja, dan is het alleen maar een beetje wachten tot het slechter gaat met je. Ja. En waar het in het leven om gaat is dat je tussen geboorte en het moment dat je doodgaat, ja, dat je zo gelukkig mogelijk bent. Ja. Hè? Dat is eigenlijk waar het om jezelf gaat. Jezelf kan ontwikkelen, ervaringen kan hebben. Vooral als je daar gelukkig van wordt. Hè? En heel veel mensen worden van zich ontwikkelen. Ja, ja, je heeft helemaal gelijk. Dus ik word ook nog steeds heel erg gelukkig van nieuwe dingen leren en dingen kunnen doen. Andere mensen helpen, nou, dat soort zaken. En nu, met deze maatregelen zijn we super gefocust alleen maar op het COVID. Ja. En ik ben het helemaal met u eens dat u zegt van, ja, wanneer gaan we dat dan wel doen? Zeg dat dan maar even heel helder. Ja. En ik zou ook heel graag willen weten van, ja, op basis van welke gegevens exact wordt hier dan nu in Nederland iets heel anders besloten dan in de ons omringende landen. Ja, het is wel interessant, want ik zat naar Opeen te kijken en er was ook OMT-lid Andreas Vos, die zei toen, de lockdown in Nederland was nodig om tot op dit punt te komen. Ik sta nog steeds achter de beslissing van de lockdown op dat moment. Anders hadden nu duizenden meer patiënten in de ziekenhuizen. En ik hoor u nu zeggen, op de basis van al die cijfers die ik met mijn collega's heb besproken, ik zag de grafieken op uw Twitterfeed ook. Dan vraag ik me ook inderdaad af op basis van wat voor cijfers wordt dit dan besloten? En op de basis van wat voor cijfers staat hij er dan nog steeds achter? Ja, ik denk als ik hem zou vragen van, goh, ik geloof het zomaar niet 1, 2, 3 als jij dit zo zegt. En kun je dat maar eens even heel precies met allerlei getallen en zaken onderbouwen, dan denk ik dat het heel stil blijft. Ja. Ik denk dat we er meer hoeven er eigenlijk niet over te zeggen. Nee. Nu weer toch. We hebben het toch alweer een tijd over COVID gehad. Ik hoop ook heel erg dat er dat we binnenkort wat meer leren leven. Meer mogelijkheden. Ik kijk uit naar vanavond. Ik hoop op positieve berichten. Ja. Misschien onterecht, misschien terecht. Wil ik nog één vraagje over corona en lockdowns. Zijn er eigenlijk omstandigheden waaronder we wel weer in een lockdown zouden moeten volgens u? Wat zou er moeten gebeuren om dat weer om die stap weer te nemen? Ja, dat ooit weer moeten doen? Nou, ik kijk daar zelf altijd betrekkelijk eenvoudig naar. Omdat het ook precies zo is zoals het in mijn vak is. Ja. Namelijk, je kijkt naar iets wat je doet, naar de voordelen. En je kijkt naar wat de nadelen zijn. Mm-hmm. Dus op het moment dat de voordelen veel groter zijn dan de nadelen van een lockdown, dan moet je dat vooral doen. Mm-hmm. Maar dan moet je dus wel heel goed weten wat de voordelen zijn en wat de nadelen zijn. Dus als er
En stel dat je met een virus te maken heeft waarbij 20% van de mensen doodgaat. Ja, dan heb je wel iets om... Veel. Ja, dat is heel veel. Ja. Hè? Dan heb je wel iets om te zeggen van... Oeh, dit moeten we ten koste van heel veel moeten we dit voorkomen. Hè? Want we hebben niks aan open restaurants als je hoestend vervolgens doodgaat. Ja. Dus daar moet je dat tegen wegen. En wat ik zo graag zou willen, is dat we die gedachte... Dat je die bij alles en iedere dag, dat je dat weer opnieuw doet. En ja. Ik heb nu het gevoel... Dat we nu in een tijdsegment zitten waarbij er nog steeds alleen maar met een enorme tunnelvisie naar de COVID gekeken wordt. Dat alle nieuwe gegevens die er zijn, dat we die helemaal niet in de volle omvang gebruiken. Dat we gefocust zijn op het voorkomen van COVID. Een bekende ondernemer die had tegen mij gezegd van het lijkt wel of je aan alles dood mag gaan, behalve aan COVID. Ja. En daar had hij enorm gelijk in. Hè? Want er gaan nu heel veel mensen direct of indirect dood door COVID. Ja. Dus, sorry, ik moet het beter zeggen. Er gaan nu heel veel mensen direct of indirect dood door de maatregelen die door we nemen. Door het beleid rondom. Rondom de COVID. Ja. Ja. Ja, en dat vind ik wel heel erg zorgelijk. Ja. En het lukt dus niet om uit die... Om uit die tunnelvisie te komen. Ja, ja, ja. Ja, laten we dan toch maar even vooruitkijken. Ik had ook nog een podcast met u geluisterd. Op zijn kop heette die podcast. En, oh ja. Daar hadden we het over... Over vakministers en over ministers van volksgezondheid. En dat u het jammer vond dat er altijd geen vakminister op zat. Nou, die is er inmiddels. Ernst Kuipers, die u ook goed kent, heb ik begrepen. Doet dat eigenlijk iets met uw vertrouwen in hoe deze coronacrisis... en misschien ook de zorg over het algemeen gemanaged zal worden? Nou, hij krijgt van mij in ieder geval heel veel krediet. Ik ken hem. Ja. Ik heb met hem gewerkt. Hij heeft ook in Rotterdam heeft hij een fantastisch ziekenhuis neergezet. Hè, wat een heel breed ziekenhuis is waar alle aspecten van de geneeskunde worden uitgevoerd. Ja. En ik vind dat heel knap gedaan. Dus dat is al het krediet wat hij ook van mij krijgt. Wat natuurlijk zo is, is dat hij in een bepaald systeem gegooid wordt. Een heel groot ministerie. En dan kan hij zo niet in één keer, dat in zijn eentje kan die dat veranderen. Nee. Het is net zoals dat ik in maart 2020 wel kan roepen van... we moeten ook om alle andere patiënten denken. En dan zijn er een heleboel mensen die dat gehoord hebben. Maar het systeem wat er allemaal omheen is, is er toch iets van... we trekken ons er toch gewoon helemaal niks van aan. Nou, dan heeft de minister natuurlijk op dit gebied veel meer te vertellen... dan een intensivist in een Amsterdam ziekenhuis. Dat is waar. En hij is natuurlijk ook... hij weet hoe het in ziekenhuis is. Hij weet... En hij heeft waarschijnlijk ook, zoals u net beschrijft... hij weet waarschijnlijk ook van de achtergestelde zorg... en de zorgen die u deelt. Ja, en het is ook goed om je te realiseren... dat het niet alleen over de ziekenhuizen gaat... maar het gaat ook over de verpleeghuizen, het gaat over de thuiszorg... het gaat over de ambulante zorg, het gaat over de huisartszorg. Het is allemaal veel... En het ziekenhuis is natuurlijk maar aan het einde van een hele lange weg... een bepaald onderdeel van de hele gezondheidszorg. Maar laten we zeggen van... hij krijgt van mij erg veel krediet. En dan is het verder... zien is geloven. Dat is, en ik verwacht niet alles. Dat hij in één keer ijzer met handen kan breken. Maar ik verwacht wel dat... En ik hoop dat hij in staat zal zijn om een aantal zaken grondig te veranderen. Ja, ja. We gaan het inderdaad zien. Ja, want ik had inderdaad te denken van, u had het net over moed en moeilijke keuzes maken. En ik denk dat aan de grondslag ligt van uw beroep ook. En wat u deelt met Ernst Kuipers. Laten we hopen dat hij...
misschien wat meer moedige of moeilijkere keuzes kan maken. En dat hij daar ook de kans voor heeft. Nou, het zal heel erg helpen als hij ze niet uit de weg gaat. Mm-hmm. En dat hij de moed heeft om het te bespreken en bespreekbaar te maken. Mm-hmm. En dat is best lastig, hè? Want je hebt natuurlijk ook met de hele maatschappij te maken. Kijk, moet je zo voorstellen, als hij hele verstandige dingen doet. Zij bijvoorbeeld zegt van, nou, we gaan niet meer 3 miljoen uitgeven aan een medicijn wat maar voor één patiënt goed is. Wat er dan vervolgens gebeurt is dat er dan komt er op de televisie komt er een reportage over één zo'n patiënt. En nou, heel zielig. En dan komen er allemaal kamervragen gelijk. Mm-hmm. En dan krijg je een hele rare gang van zaken weer. En wat ik vooral hoop is dat hij daar weerstand tegen zal weten te bieden. Mm-hmm. Ja, dus tegen dit soort zaken, want ja, we kunnen niet alles en we zullen keuzes moeten maken. En dat is des te meer nu van belang, omdat we te maken hebben met een tekort aan capaciteit ten opzichte van wat we gewend waren voor de COVID-crisis. Mm-hmm. Ja, en nog even over de zorg in de brede zin. Wat heeft COVID eigenlijk blootgelegd over de zorg dat eigenlijk daarvoor ook al een sluimerend of minder sluimerend probleem was? Wat hebben we nu gezien? Nou, we hebben een heleboel tekortkomingen van de zorg kunnen zien over hoe ons systeem is ingericht. We hebben hier natuurlijk in Nederland een systeem waarbij het dan zo was dat de zorgverzekeraars die zouden alles coördineren en regelen. Nou, afgelopen 2 jaar hebben we er allemaal niks van gehoord. Mm-hmm. Het was niet zo dat je bed kon regelen als COVID-patiënt via de zorgverzekeraar. En ook niet als patiënt die wacht op een bepaalde operatie. Ik denk dat heeft blootgelegd dat dat zo niet werkt. Het heeft blootgelegd dat wij heel erg administratief vastzitten. Dat was van tevoren waren we al mee bezig. Hè. Dus dat 40% van de tijd wordt besteed aan administratieve handelingen. En natuurlijk moet er administratie gebeuren en dingen vastgelegd worden. Maar we hebben wel echt een enorm bureaucratisch log zorgstelsel. Mm-hmm. Dat mag wel wat strakker, wat efficiënter. Nou, er mag echt heel veel mag daaraan veranderen. En nou, ik zou het geweldig vinden als Ernst Kuipers met zijn departement, maar met name zal hij daar zelf een ijsbrekersrol in moeten spelen, wat kan doen aan die bureaucratie die er is. En dat er meer vertrouwen gaat naar de professionals. Ja. He, want het, en het hoe ander ziet het er op dit moment uit? Even een kleine schets. Met de nou, dat is nog steeds een enorme bureaucratische last hebben. En ik merk het ook weer, er zijn allemaal weer mensen bezig met bijvoorbeeld de accreditatie. Het ziekenhuis moet geaccrediteerd worden. We komen net uit, nou, we zijn er nog niet eens uit. We zijn in een enorme crisis waarbij heel veel van het personeel gevraagd wordt. En er zijn er toch alweer mensen die beginnen over van, ja, nee, maar we moeten wel zorgen dat we straks weer alle vinkjes op de juiste plaats gezet hebben. De focus ligt eigenlijk op de verkeerde plek in die zin. Ja, en dat er onvoldoende vertrouwen wordt gegeven aan de professional. Hè? Want dat is een van de basale problemen waar we mee te maken hebben. Ja. De gestolde wantrouwen wat er is. En daardoor en dat je ook mensen hebt die zeg maar vergaderen over de zorg, over het werk wat wij doen. Ja. Zonder dat ze er nou echt heel erg veel verstand van hebben. Mm-hmm. En dan denken ze van ja, ik moet wel heel goed onder controle houden wat al die mensen doen die daar in de zorg werken. Dus weet je wat, we laten hun maar alles registreren. Mm-hmm. Zodat het allemaal gecheckt kan worden. Zodat het gecheckt kan worden. En dan denken ze dat ze doordat er dingen geregistreerd worden, dat ze precies weten wat er gebeurt. Mm-hmm. En je kan een heleboel dingen registreren. Maar er zijn nog veel meer belangrijke dingen en ook belangrijkere dingen die je niet kan registreren. Mm-hmm. En wat ze dan doen is zeggen van, nou weet je wat, dan maken we wat we wel kunnen registreren. Ja. Dat maken we het belangrijkst. En dan moeten die mensen die dan in de zorg bezig zijn, die moeten dat dan allemaal maar gaan registreren. Mm-hmm. En vinkjes zetten, et cetera. Nou, dat is heel erg insufficiënt. En nou, het zou, zeg maar, ik zou daar een grote fles champagne opentrekken of een Crémant de Bourgogne. Op het moment dat het daadwerkelijk aangepakt gaat worden. En het zal, mm-hmm.
met de bottenbijl moeten. Want dit ga je niet met een beetje polderoverlegjes regelen. Dit moet gewoon radicaal anders. Ja, dit moet radicaal anders. Heeft u vertrouwen in dat Ernst Kuipers de man is die dit de touwtjes aantrekt? Ik heb mijn reserves over hoe bestendig het systeem is om hier toch in te blijven hangen. Ja. Maar ik zal in ieder geval alles graag doen om hem daarbij te helpen. Bij deze is dat genoteerd. En mochten we die grote fles champagne nog opentrekken, dan bent u uiteraard ook welkom om dat bij ons aan tafel te doen. Denk ik dat we aan het einde gekomen zijn van ons gesprek. Ik hoop van harte dat u hier niet meer te gast hoeft te zijn. Dat zeg ik niet omdat ik u niet mag, maar ik hoop dat... Voor iets anders misschien. Ja, misschien voor iets anders. U bent uiteraard welkom als we het niet over een crisis gaan hebben. We gaan vandaag kijken naar de persconferentie. En ik wil u in ieder geval hartelijk bedanken, professor Armand Gerbes. En jullie ook voor het kijken. Hartelijk dank en tot de volgende keer.